Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Boven Nederland zijn er nog wolkenvelden zichtbaar, maar als je naar België en het noorden van Frankrijk kijkt, dan zie je dat dat al snel minder wordt. En aangezien de wind vanuit het zuiden waait, krijgen we met die opklaringen te maken. Vanochtend eerst dus nog een bewolkte, hier en daar grijze start, maar vanuit het zuiden krijgt de zon steeds meer ruimte. En vanmiddag zijn er dan flinke perioden met zon. En de temperatuur gaat dan behoorlijk omhoog. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden. Lokaal zelfs 14 graden mogelijk. Dus hoge temperatuur voor deze tijd van het jaar. Vanavond neemt de bewolking weer toe. Maar het blijft nog wel droog. In de nachtelijke uren kan lokaal een spatje vallen. Veel zal dat niet zijn. Morgen overdag hebben we dan opnieuw droge omstandigheden. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. En pas in de avond gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Aan zee waait het vandaag met windkracht 5, morgen met windkracht 6 en morgenavond kan de wind aan zee toenemen naar windkracht 7 of 8. Woensdag is het ook een echte herfstdag met veel bewolking en periode met regen en ook dan een stevige wind. Donderdag gaat het kwik wat naar beneden, schijnt af en toe de zon en ook vrijdag is de zon, maar op alle dagen moeten we ook de paraplu bij de hand houden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.